Ik ben Mohamed en er is een revolutie in Egypte en we willen weten wat mensen in Nederland daarvan vinden. Van de demonstraties in Egypte, ik vind het erg goed. De afgelopen dagen heb ik het wel gevolgd, wat ik ervan vind, ja. Best wel erg dat president 30 jaar daar is en een regime volgt. Best wel streng is voor de mensen dat ze geen werk hebben, geen inkomen. Voor de rijken is die wel goed en voor de armen niet. En dat vind ik het ergste van allemaal. Als u daar was, zou u dan ook meedoen? Dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik zo dapper zou zijn. Hè, want het is ook best gevaarlijk om daar te zijn. Maar ik zou wel willen dat ik het zou durven. Dus ik denk het wel. Als u daar in Egypte leefde, zou u daar dan ook aan meedoen? Ik denk het wel. Niet zoveel dagen, een week of twee weken lang. Maar ik denk wel dat ik er iets aan zou doen. Misschien meedoen, maar... Als u zou meedoen, wat zou u dan daarvoor doen? Dan zou ik willen dat Mubarak zo snel mogelijk zou opstappen. En dat het volk meer rechten en vrijheid zou krijgen. Dus dat er ook vrije verkiezingen kunnen komen. En dat ook andere mensen zich verkiesbaar kunnen stellen. En het volk kunnen vertegenwoordigen en dat niet alle macht in handen is van een kleine groep mensen. Want dat is niet goed. Zou je dan ook gelijk weggaan of zou je daar nog blijven? Ik zou ervoor zorgen dat er een goede regering zou komen die goed zou zijn voor het volk. Ik zou zeker luisteren naar het volk. En vooral luisteren naar het volk. En heb 30 jaar al gezeten en dat is gewoon genoeg. Dat is voor onze tijd misschien de helft van je ouders. En ja, het is gewoon leuk geweest voor hem. Denk je dat het gaat lukken? Ik hoop dat het gaat lukken, maar het wordt wel moeilijk. Want ze hebben een hele moeilijke strategie. De machthebbers, ze denken van, weet je, we gaan zo langzaam mogelijk gaan we dingen voor het volk doen. En misschien hebben ze dan geen zin meer. Gaan ze zich vervelen en dan krijgen ze honger. En dan denken ze van, oh jeetje, ik moet nu geld gaan verdienen. Dus dat dan langzamerhand de mensen van het plein afgaan. En dat dan de machthebbers denken, nou weet je, het is ons gelukt. Het volk is het allemaal weer vergeten. En we kunnen gewoon weer rustig overgaan tot de orde van de dag. Maar ik denk dat het volk denkt, weet je, wij blijven hier net zo lang tot wij de dingen hebben die we willen krijgen.